Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Voor ik met december begin, laat ik nog even de maand november zien. De kleuren waren mij enorm bevallen en ik kijk al zeker uit naar de maand december. In de maand december is het natuurlijk kerstmis en dit heb ik verwerkt in mijn maandblad van december. Ik heb een rendier getekend, heel simpel, en dan de maand december in het rood in van dat vals handletteren. Om het wat leuker te maken. En ik heb er ook kersenballetjes bij gehangen voor het kerstig thema er ook in te houden. Dan was het natuurlijk tijd om alles te gaan inkleuren. Eerst had ik het vrij zacht ingekleurd, maar uiteindelijk ben ik er later nog eens over gegaan. Zo vooral over de rode neus, dat het toch allemaal iets feller wordt. En ik ben eigenlijk heel blij met deze pagina. Straalt helemaal kerst uit, maar is toch vrij minimalistisch en daar hou ik wel van. Dan gaan we verder naar het maandoverzicht. Ik gebruik hiervoor een blauw washi tape kit die ook van de Action komt. Maar mijn kleuren van deze maand zijn dus blauw. En ik ga terug mijn YouTube abonnees bijhouden. En ik markeer dan zoals altijd wanneer ik moet gaan werken, wanneer ik voor mijn nagels ga, wanneer ik een YouTube video upload. En dan ga ik het nog extra versieren met de washi tape. Ik vind de goudachtige details van de blauwe washi tape echt super tof en dat maakt het toch ook iets feestelijker. En dan de brede washi tape ga ik gebruiken, zoals altijd, rechts van boven in mijn weekly spread. Dan ga ik ook terug een glitterboord doen en dan een sterretjes washi tape juist boven mijn to-do-lijst eigenlijk. En dan ga ik met een washi tape de data erbij zetten en ik heb natuurlijk weer mijn eigen stickers gemaakt in het blauwe thema. Dan daarna heb ik een holiday bucketlist gemaakt met allemaal dingen die ik tijdens deze kerstperiode zeker wil doen. Ik heb er dan ook tekeningetjes bij gemaakt en dan kan ik het afvinken als ik het effectief heb gedaan. Deze pagina vond ik echt enorm leuk om te maken, omdat dit ook een van mijn favoriete periodes is in het jaar. En door deze ga ik denk ik nog net iets meer genieten van de kerst, met dat ik dan deze bucketlist heb gemaakt. Dus dat is zeker een aanrader om zelf toe te voegen aan jouw planner. Nadat alles is ingekleurd, ga ik naar mijn volgende pagina en dat is mijn Count to Christmas. Ik heb het in de vorm van een kerstboom gemaakt en dan kan ik elke dag een vakje kleuren. En wanneer ik dan eindelijk boven ben, is het kerst. Ik heb echt kerstdag gedaan en niet kerstavond. En deze pagina vind ik ook heel tof gelukt. Die heb ik via Pinterest gevonden. Heel makkelijk om te maken. En door deze countdown ga ik ook zeker niet vergeten om elke dag een vakje open te doen van mijn adventskalenders. Want ik ben nog wel de typische persoon dat dat zal vergeten, ook al kijk ik daar elke dag dan naar uit. Dan is het natuurlijk tijd voor mijn mood tracker van de maand december. Die is ook natuurlijk in kerstthema. Alles is kerstig deze maand bij mij. En ik heb daarvoor eigenlijk voor een soort lichtsnoer met verschillende lampjes opgekozen. En dan kan ik elke dag één lampje inkleuren. En ik heb het ook zo wat smaller naar boven gedaan, dat het iets of wat op een kerstboom lijkt. Maar dat is een klein beetje mislukt. En dus dan heb ik er ook bijgezet de verschillende moods van deze maand met de gepaste kleur. We
Vervolgens heb ik er ook nog een typische December quote pagina bij gedaan, omdat ik eigenlijk uiteindelijk nog één pagina had dat ik moest opvullen. En een quote leek daar wel geschikt voor. En dit heb ik eigenlijk nog nooit in mijn planner verwerkt, maar ik vind het eigenlijk wel een hele toffe toets eraan geven. En de quote is dus: "Hello December, you're the last one, so be the best one." En dat vond ik wel een hele leuke tekst. Het plaatje heb ik overgenomen van Pinterest, want daar ben ik niet zo creatief in. Maar het resultaat vind ik toch wel heel tof geworden. Vervolgens heb ik ook nog een lijstje toegevoegd waar dat je kan bijhouden voor wie ik al een cadeau heb gekocht of nog moet kopen, wat mijn budget is en wat ik uiteindelijk heb uitgegeven, omdat ik eigenlijk met de kerstdagen nooit een idee heb hoeveel geld ik daaraan spendeer en zo kan ik dit perfect bijhouden. En wegens die ik op hogeschool zit, betekent de maand december ook dat ik spijtig genoeg moet leren en dat ga ik ook bijhouden en dan kan ik elke dag aanduiden hoeveel uurtjes ik gestudeerd heb. Dat ik toch daar iets wat zicht in heb. En als ik dan keilang, keiweinig heb gestudeerd, ga ik me misschien schuldig beginnen te voelen door mijn uitstelgedrag. En dan ga ik misschien toch op het einde nog aan mijn uren komen. En dan ga ik ook nog elke dag een doodle challenge doen van december. En vorige maand had ik dit allemaal in vakjes gedaan. En nu heb ik gewoon van de eerste tot de laatste dag van de maand opgeschreven. En ga ik gewoon losse tekeningetjes maken, omdat ik heb gemerkt dat ik sommige tekeningen groter wil maken dan andere en zo heb ik daar de ruimte voor. Zo, en dan is dit alles voor de maand december. Ik hoop dat jullie het een toffe video vonden en tot de volgende keer!